En hoi, het is vandaag zaterdag. Super leuk, kijk deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Blommie. We hebben 3 minuten om op te zadelen en te poetsen. Hi. Hoe gaat het, Tess? Het gaat best goed. Ze is wel wat sterker aan de linkerkant. Dat probeer ik nu door wat meer mijn binnenhand naar binnen te doen op te lossen. Alleen het is nog steeds heel lastig om het los te laten. Ja. Ik mis in dat verhaal mis ik nog iets. Dat ik zelf ook heel sterk ben erin. Nog iets anders. Eigenlijk de allerbelangrijkste mis ik. Het allerbelangrijkste. Dat ik mijn schouders vastzet. Dat ik mijn schouders vastzet. Nee, lager. Dat ik mijn rug niet heb. Lager. Nog lager. Mijn benen. Tadaa! Kijk, op het moment dat zij sterk is in de linkerbondhoek, dan komt dat omdat zij in de linkerschouder hangt en dus ook met de ribbenkast een beetje naar links hangt. Dan kunnen wij wel dat hoofd naar links vragen, maar doe dat zelf maar eens. Doe maar eens zo je buik en je schouders naar links duwen en dan je hoofd op je schouder leggen. Andere. Ja, dat gaat niet. Oké, en doe hem dan eens andersom. Doe je ribbenkast eens de andere kant op en kijk dan eens naar links. Dat is makkelijker, hè? Ja. Dus dat is voor haar ook. Kijk, als zij sterk is of meer gewicht neemt op die linkerkant. Natuurlijk is een paard altijd aan de ene kant iets meer dan aan de andere kant. Maar zolang wij niet die schouders en die ribbenkast verzetten naar de andere kant. Dan kunnen we echt vragen met onze hand wat we willen, maar dan gaat het niet gebeuren. En dan hebben we daarna, dus we hebben die ribbenkast naar buiten. En wat komt dan? Ribbenkast. Schouders. Ja, we hebben die ribbenkast en die schouder die zit naar rechts. En dan? Moet je je linkerbeen aan blijven houden? Ja, dat is al gebeurd. Dat hebben we al. Je binnenhand wat meer naar binnen? Nee, dat is de volgende stap. Daar zit er nog eentje tussen. Loslaten in je lichaam. Nou, dat mag erbij. Binnenbeen. Binnenbeen buiten de teugel. Tadaa! Dus wij duwen die ribbenkast en die schouders naar buiten. Eigenlijk om te zorgen dat we meer contact hier krijgen op die buitenkant. Als wij die contact niet aannemen, dan zal die weer zo gaan lopen. Dus wij moeten dan begrenzen met onze buitenteugel. En die buitenteugel wordt dan ook je teugel voor de ronding in de hals en de aanleuning. En dan, hè, als we die ribbenkast naar buiten hebben, we hebben aanleuning op de rechter teugel, dan kunnen we hem losvragen op links. En dit is nu natuurlijk een verhaal van misschien bijna 10 minuten. En jij doet dit in 1 pas. Ja. Jij doet dit sneller, die hulpen geven, als dat ik dat uit zou kunnen leggen. Dus als jij er helemaal over na kan denken, linkerbeen, recht, beter langzaam. Ja. Dus jij moet meteen voelen, hup, die schouder en die buik naar buiten. Die rechter teugel is daar voor de nagevelijkheid. Dan doe je misschien nog een keertje controleren met je linkerbeen of die buik echt nog naar buiten is. En dan kijken of ze misschien daardoor al los heeft gelaten op de linkermondhoek. Of dat we nog een beetje richting aan moeten geven. Goed, en blijf zeker in de stap mooi meeveren met je arm. Ja, want in de stap en de galop maakt het paard, kijk eens, in het lichaam een deinende beweging. In de draf blijft hij meer stil. Maar in de stap en de galop maakt hij die beweging. Dus probeer die ook te volgen vanuit je schouderbladen. Goed zo. Om dus ook te zorgen, eigenlijk dat is hetzelfde voor je middenstap. Hè, dat is eigenlijk hals strekken. Want als we die hals en die rug lengte geven, worden de passen ook groter. Dus in de stap, als we hem dan eigenlijk bij elkaar houden, dan zal de stap niet groter worden. Dus dan hebben we ook niet meer beweging in de rug en in de hals. Ja, dus steeds denken alsof je dat winkelwagentje vooruit duwt met je hand. Zo, daar. Ietsje ronder maken. Ietsje ronder maken. En als er voorwaarts is, dan ga je meteen langzamer licht rijden. Hè? Maar als jij voelt, ik geef been voor spek en bonen.
of ze is te stijf, dan moet je een beetje naar voren. Zo, ja. En maak die aanleuning op rechts. Maak het op links zacht. Dus maak ze niet los op links, maar jij maakt het zachter door minder hard terug te knijpen. Goed zo. Op die rechter teugel. Zo hals trekken. Goed zo. Goed zo. Lekker uitstappen zo. Heel erg bedankt. Top, geen dank. Inmiddels een tijdje verder en ik ben nu samen met Verona. Ik heb net les gehad en het ging echt wel heel erg goed. Er zijn nu wel weer wat dingetjes waar we aan kunnen werken en waar we ook zeker aan gaan werken. Want ik vind het heel lastig om mezelf los te laten in mijn lichaam. En ja, dat heeft gewoon wat aandachtspuntjes nodig. Ik ga nu een Veroontje rijden en die heb ik alvast gepoetst. En die ga ik nu zadelen en hoofdstel in doen, zelf mijn spullen aandoen en dan even rijden. Dan zie ik jullie zo als ik op Verona zit. Oh, gaat fout. Verona is inmiddels opgezadeld. Mijn telefoon is bijna, nou ja, is 1%. En ik moet nog even snel een thumbnail maken. Dus ik hoop dat me dat gaat lukken. Even een quick fotoshoot. Oh, ik zit er inmiddels op. Ik heb haar even uitgelegd wat ze moest doen. Dat vond ze niet leuk. Dus dat heb ik niet gefilmd. Want het zag er niet heel leuk uit, namelijk. Ik heb niks verkeerd gedaan trouwens. Ik ging niet rukken, zagen en dat soort dingen. Maar het is wel dat het er... Het ging hard aan toe. Ik heb even met haar gediscussieerd. Ik weet niet wie de discussie heeft gewonnen. Want op een gegeven moment dacht ik, als ik nu doorga, dan ga ik dingen doen die ik niet wil doen. Dus ik ben gestopt en heb er nu aan een lange teugel. Heb ook aan een lange teugel nog eventjes gedraafd. Maar ik ben niet verder gegaan. Gewoon puur omdat ik geen verkeerde dingen wil doen. En soms met mijn puur brein heb ik dan agressies. En dan en dan lukt het me niet meer om mezelf goed te houden. Dus dan stop ik maar. Omdat ik anders, ja dat. Zo. Het is inmiddels een tijdje later. Ze hebben de hapjes gehad en de spullen zijn opgeruimd. Ik ga nu even Blondie's witte staart laten aanschouwen. Ta-ta-ta-ta. Nou, hij zit nu in een vlecht. Laat ik hem ook even in, dan kan ik hem morgen misschien nog beter laten zien. Maar kijk. Nu is het wel belangrijk dat ik er dermacontrol blijf smeren, want dan gaat ze niet schuren. Kijk, haar manen zijn ook helemaal wit. Dus dat ga ik nu nog even doen. Dan ga ik haar deken wisselen naar de roze. Ga ik die even pakken. Dan ga ik Verona haar deken afdoen. En dan ben ik denk ik wel klaar voor vandaag. Oh, ik doe ook even hoefkrabben, want you never know wat er allemaal in zit. Ik heb de laatste tijd wel... Jeetje. Ik heb de laatste tijd wel het gevoel dat ik mijn pony beter verzorg dan mezelf. Ja. Zou moeten misschien iets gaan doen, aan gaan doen. Maar op dit moment ga ik gewoon even goed voor mijn pony zorgen. Ik ga nu even snel dit doen en dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, Bloemie heeft haar roze deken op. Ik ga nu even Verona's deken wisselen en dan ga ik naar huis toe en voetbal kijken. Hey. Dus ik zie jullie morgen weer. Hallo, hallo, hallo. Het is 9:10. Over 10 minuten moeten we weg. Moet over 10 minuten weg. We zijn samen met en we gaan vandaag naar Bas toe, Bastiaan recht. Blondie heeft in de poep gelegen, dus die moet ik even snel gaan schoonmaken met deze mooie messy brush. Monty, als je dat doet, ik niet doen. Dus ik ga haar even mooi schoonmaken en... Dan gaan we op de wagen zetten en dan zijn we klaar. We'll be right back.
Thank you.